Het was een klein berichtje in het nieuws afgelopen week over een zelfgebouwd huisje in een klein bos tussen Eindhoven en Acht dat tot twee maal toe uitbrandde. Wat er van het huisje overbleef verraadde iets over hoe de persoon daar geleefd had. Zelfvoorzienend met gas, water, vervoer en zelfs een hond. Over de man komen we verder weinig te weten, maar zijn situatie blijkt niet op zichzelf te staan. Doordat en een aantal mensen niet meer wil aanhaken bij het aanbod in de stad. En je hebt natuurlijk de groei van de Oost-Europeanen waar niemand hulp aan wil geven. Die kiezen ook voor alternatieve plekken omdat ze in de stad natuurlijk ook verjaagd worden. Dat kan inderdaad zijn van een zelfgebouwde hut tot aan alleen een matrasje of zelfs gewoon op de grond. Als je een alternatieve plek zoekt om te slapen, dan zoek je eigenlijk of de parken of de bossen op. Of in tentjes of onder struiken. Eigenlijk in elk park waar je in Eindhoven loopt kun je wel signalen zien dat er mensen slapen. Bij Springplank 040, de organisatie die zich in Eindhoven ontfermt over de daklozen, maakt men zich grote zorgen over de groeiende groep van dit soort buitenwoners. Er moet nodig iets gebeuren en dan ben je er niet door tentenkampjes of de huisjes op te ruimen en de bewoners maar te verjagen. Als wij toch de keuze maken als stad, wij willen ook voor deze mensen zorgen, dan zullen we het op een andere manier moeten inrichten zoals we het nu doen. Want nu wonen mensen ook in de stad. Maar in verschrikkelijke omstandigheden. Dus dat is niet wat ik in ieder geval voor me zie als ik verantwoordelijk hiervoor ben. Plekken worden leeggehaald. Dan zijn mensen al hun spullen weer kwijt. En dat verstevigt alleen maar het gevoel dat ze er niet meer toe doen. En als je er niet meer toe doet, krijgen wij gedrag terug wat veel harder naar ons binnenkomt. Of we krijgen mensen met excessief gedrag waar de samenleving heel erg van schrikt. De opvanginstanties zijn daarom sinds kort een nieuwe aanpak gestart die voor verbetering moet gaan zorgen. Ex-daklozen en verslaafden zoeken de daklozen op in bossen en parken en knopen het gesprek met ze aan om zo langzaam het vertrouwen terug te winnen. Dus ja, ze zijn niet zo moeilijk te vinden. Maar je moet ze wel weten. Kijk, ik weet ze te vinden. Op die plekken waar hun nou liggen, waar je tegenkomt, daar zat ik vroeger zelf ook. Daar heb ik kerst gevierd, daar heb ik mijn verjaardag gevierd, daar heb ik nieuwjaar gevierd. Dus ja, voor mij is het niet zo moeilijk. En dan daarvan vragen of we wat vaker langs kunnen komen, vertrouwen op te bouwen. En dan te onderzoeken of de meneer of mevrouw ergens hulp bij nodig heeft. En als je dan het vertrouwen hebt, dan kun je de stap zetten naar een echte oplossing. In een vorm die beter bij ze past. Nou, ik denk aan tiny huisjes aan de rand van de stad. Ja, of een scheef huizen, vind ik niet zo'n fijn woord, maar wel een beetje dat idee. Kijk, als je mensen tot rust laat komen en het gevoel geeft dat ze ertoe doen, zie je ze ook stabiliseren. Hoe het ondertussen met de man van het uitgebrande huisje gaat en hoe het huisje kon uitbranden, is niet bekend. De man wil niet in de publiciteit. Aan de hulpinstanties wacht de zware taak om hem weer op het goede spoor te krijgen. Iedereen wil eigenlijk toch ergens een keertje meetellen. Maar dan moeten mensen het gevoel hebben dat een ander ook een verbinding met je aangaat. En dat je toch nog ergens de moeite waard bent. En als je dat niet meer voelt, dan wordt het heel erg lastig om nog het idee te hebben van ik ga het nog een keer of hoop te houden. Of ik ga het nog eens proberen.